wensen deze avond, met de hulp des Heren, uw aandacht te bepalen bij vers 8 van hoofdstuk 17 uit het boek genaamd Exodus. En dan lezen wij deze woorden Gods. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Geliefden, in de staat der rechtheid was er geen strijd. Waren er geen twee koninkrijken. Want God heeft geen zondaars voortgebracht, maar mensen met zijn heerlijk beeld versierd. Adam, de beelddrager Gods. En toch heeft die vrede maar kort geduurd. En lezen wij in Gods heilig woord van die grote tegenstander, wiens naam is Satan. En hij komt, en hij dringt binnen, en hij verstoort, hij vernielt de vrede die Adam en Eva met de Here mochten hebben. Twee koninkrijken, het rijk van de boze, het rijk van het licht. Want God zei immers na die diepe val in het paradijs, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Bij Adam was er geen vijandschap meer tegen de zonde, maar tegen God. En u gaat God scheiding maken en gaat toch zeggen, er zullen straks twee geslachten zijn, twee koninkrijken zijn. Want ik zet vijandschap, dus Gods scheppend werk in deze wereld, die als één samenklontering is tegen God. Waar niemand om God verlegen is en niemand naar de Heere vraagt, God schept in die zondemassa wonderen. Welke wonderen? Dat mensen hem zullen vrezen, hem zullen dienen en liefhebben. En hoe komt dat nu? Wel, er is dat wonderlijke welbehaag. En daarom zal God toch zijn volk hebben. En de duivel zal hij een eeuwigheid voor zijn. Al is de macht van de duivel huiveringwekkend. Vanavond zullen wij, als de Heer het geeft, daar een paar dingen over hopen te zeggen. Vijandschap, twee volkeren. We zien dat heel sterk naar voren komen bij Isaac en Rebecca. Rebecca had twee volkeren in haar schoot. Het uur brengt aan dat de kinderen geboren zullen worden. En ze ontvangen de namen Esau en Jacob. En hoor dan dat ontzaglijke woord. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat het welbehagen tot in de moederschoot openbaren komt. Niet die wil, niet die loopt. Maar des ontfermenden God, zonder aanzien des persoons, gaat God zijn liefde openbaren in het aannemen, maar ook in het laten liggen waarin de mens zichzelf gebracht heeft, in het verderf. Esau, Jacob, slangenzaad en het vrouwenzaad, met twee koningen, Koning Jezus, of die koning, die overste van deze wereld, de duivel, die alles zal doen om het koninkrijk van de Here te vernielen. Esau en Jacob. En vanavond zien wij
vanuit het gedeelte dat voorgelezen is, dat Esau nooit ophoudt om aan te vallen, om Jacob het leven moeilijk te maken. U zult zeggen, hoe komt u nou aan die vergelijking met Jacob en met Esau? Wel omdat Amalek de nazaat is van Esau. Zo bemerkt u dat de gedachtenis van Esau, van Amalek, nog niet is uitgeroeid. En dit zeg ik wel vanavond, geliefden, op weg en rechts. Dat een ieder met Amalek in contact komt, die door God wordt opgezocht. En ze zullen het ondervinden, dat zeker zijn kop is verpletterd, heeft de Heere zelf gezegd. Maar ik kan nog zoveel kwaad doen. Hij kan nog zulke verwondingen aanbrengen en je nog zo meevoeren naar grote diepten. Straks zullen wij daar samen meer over horen. Amalek, een nakomeling van Esau. En waar gaat hij dan het volk van Israël aanvallen? Het volk is door een hoge hand des Heren uit Egypte geleid. U kent de wonderlijke gebeurtenissen tot op dit ogenblik. Wordt de Rode Zee geleid, het manna ontvangen, wonderen mogen ondervinden in Elim, waar het water was de fonteinen en de dadels gegeten mochten worden. En vanavond treffen wij dat volk aan in Rafidim. De naam betekent rustplaats, rustbank. Ze mogen een ogenblik rusten. En dat is ook zo. Leest u maar het voorafgaande gedeelte. Dan ziet u dat het volk Israël in nood is. Er is geen water. En dan in de woestijn. Maar de Heere opent zijn hand. En de wonderen mogen bijgeschreven worden. God geeft ze drank vanuit de geopende rotsteen. En u kunt lezen in het Nieuwe Testament dat dan gezegd wordt aan die grote gezant Paulus. En die rotsteen is Christus. Zo mochten zij een dorst lessen in de woestijn. Ziet u hoe daar een murmurerende mond wordt gestopt door de goede gaven Gods. Zo gaat God u om met zijn volk. Dat zo spoedig de wonderen vergeten is. En zo spoedig in het vlees voortgaat. En dan de vuist balt en zo gauw weer zit in de hoek, zo meent dat volk van de slagen. En het uitroept, och ik arme, zelfbeklag. Maar het is wantrouwen aangaande God. Zie met dat volk Israël en toch staat er. Hij doet met hen niet naar hun zonde. Dat mag wel gedurig boven het leven van dat volk geschreven worden. Hij is er. Die ons zijn vriendschap biedt. En die vingeren Gods druppen van de meer. En vloeien over. Want bij hem zijn geopende fonteinen. Dat zullen allen ondervinden. Die opnieuw aan die troostbronnen mogen geleid worden. Om dan te getuigen dat gij nog, o Heere, terug wilde komen. Naar zulke onverbeterlijke spotters, holers. Die gedurende u maar verdenken en in het ongeloof voortgaan. Wat is er toch een zegen om een ogenblikje geheel op den Heer zich te mogen verlaten en te getuigen, Heer, gij zijt
het leven van mijn leven en de kracht van mijn kracht. En als nu zo het volk de dorst heeft mogen lessen, daar in Rafidim een rustmoment mocht ontvangen in de woestijnreis op weg naar Kanaan. Dus dan komt de vijand. En zo is het menigmaal niet waar. Als de Heere zijn hand heeft geopend en uw honger is gestild en de dorst is gelust, en een ogenblik mag vernachten in de schaduw van hem, en uw mond mag vol zijn van de lofprijzingen Gods, en ge mag zeggen, Heere, gij zijt het waardig om gediend en geprezen te worden, moet je maar er gedurig op letten dat na zulke ontsluitingen, zulke openingen, mag je toepassen naar het woord van de Heer, dat na zulke openingen in dat dierbare woord, waar God de Heilige Geest dat woord heeft genomen, is een dierbare evangelische kracht op het hart heeft gelegd, en het geloof heeft geschonken om dat woord te omhelzen, dan is dat de dronkenschap der liefde. Om te getuigen, o God, dat gij mij zo'n kus schenkt. En dat doet op zo'n mond, waar de murmureringen gedurig uit voortvloeien daar, waar gij uzelf een ogenblik bedekt. Want zij kunnen zonder die genade Gods, dat het geen genoten is, niets aanvangen, dan blijkt direct dat het vlees weer in de benen staat en de tong los wordt gemaakt om tegen God te lasteren. Volk ontvangt een kus. Weten wij ervan, geliefden? Maar zie nu ook wat er gaat gebeuren als dan het voor daar ligt in Rafidim. Dan komt er Esau, dan komt er Amalek, de vijand Gods, de vijand van het volk van uw God. Satan komt naar dat volk toe. En zo zal het nog zijn. Voor de een zal het langere tijd duren, en voor de ander korter. Maar ik kom. Wonderlijk, het gebeurt toch allemaal onder de voorzienige leidingen Gods. Want hij kan maar niet doen wat hij wil. Ook dat ligt in het voorzienig besluit van de Heer. Maar het moet medewerken. En dan weet ik best wel, als de slagen komen, als de nood om je oren klotst, als de spanningen zo stijgen, ja, dan zien we het niet, dat dit allemaal komt en nodig is om geoefend te worden, om nu alleen op de Heere te vertrouwen. Het zijn zulke oefeningen, maar als God zelf in die duistere nachten niet bijlicht, is het nacht en in de nacht zie ik niets, heb ik niets. De nacht is het nacht. Maar als God komt met zijn licht, mag er gezongen worden, want dan zal de Heere ook het geloof verwakkeren. En mag getuigd worden met Psalm 42, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen dat ik hem verwacht. Dat zijn grote oefeningen, geliefd. Met de nachten van strijd, nochtans, hem op te springen en hem niet te verdenken, wat is dat een gezegende oefening, om hem dan niet te wantrouwen en het gezicht te slaan, maar te getuigen, het is goed, Heere, voor mij, om deze weg te gaan, want u hebt er wat mee te zeggen. We zijn vaak zo te voorbarig, altijd maar uitleggen, maar nu te zwijgen en stil te zijn in het wachten op de Heer. Ja, wacht en wees